Dankjewel. Ik wil even met jou terug naar het moment voor het tweede doelpunt van Feyenoord. Was het buitenspel van Berghuis? Ja, was, die bal die komt, die wordt geschoten van buiten de 16. Ik geloof dat Amrabat en, of El Amadi. En ja, Berghuis die staat gewoon in baan van het schot en voor pad. Dus ja, in mijn ogen is het buitenspel en volgens mij is dat ook gewoon de regel. Dus ja, daardoor wordt pad ook gehinderd. Dus ja, dat lijkt mij gewoon een buitenspeldoelpunt. En wat doe je dan? Meteen protesteren? Ja, tuurlijk. Ik bedoel, ja. Kijk, waarschijnlijk wordt het niet teruggedraaid, maar ja, aan de andere kant, ja, als je niks zegt, wordt er sowieso niks gedaan. En wat gebeurt er dan met de ploeg als je met 2-0 achter staat? Nou goed, ik denk dat er was niet heel veel aan de hand, denk ik. Alleen, nou ja, goed, ja, dan op een gegeven moment als je 2-0 staat, dan, ja, dan denk je wel even van, ja, het is wel even kloten natuurlijk. Alleen, ja, dan, je moet gewoon door en ja, zorgen dat je gewoon nog, misschien nog een doelpunt maakt en wat eigenlijk ook nog, waar wij net niet de mazzel hebben dat wij een doelpunt maken, door Hensbal geloof ik. Dus ja, dan hebben we ook weer een beetje pech. En ja, goed, je ziet wel dat we eigenlijk steeds wel een beetje pech hebben met als we verliezen. En nu weer een buitenspeldoelpunt en vorige keer gebeurde ook wel weer wat. Dus nou ja, goed, penalties die worden gegeven wat geen penalties zijn. Dus ja, de scheidsrechters of twisten, het arbitrale trio, dat maakt het niet makkelijker. Ja, het begin van de wedstrijd, de eerste 10 minuten en kwartier, was goed van jullie kant. Ja, we zaten er wel lekker in. We jaagden ze gelijk af. We zaten er kort bovenop. En ja, we zaten gelijk goed in de wedstrijd. En ja, ik denk dat het wel duidelijk was wat wij wilden hier. En daarna, gedurende de eerste helft, zag ik wat Feyenoord dat meer in balbezit. Hoe kwam dat? Ja, we waren zelf vooral slordig. We kwamen niet echt aan voetballen toe, niet echt aan aanvallen toe. We creëerden heel weinig kansen. En ja, Feyenoord die zette ons gewoon goed vast, waardoor we niet aan voetballen toe kwamen. En ja, dat... Dat was wel, dat gebeurde uiteindelijk en ja, dat hadden we niet echt een antwoord op. Want ook na de 2-0, ja, het schot van Mike de Wierik op de lat, maar voor de rest hebben jullie ook niet heel veel kunnen creëren. Was het gewoon heel lastig om er door te komen? Ja, het was heel lastig om er door te komen en ja, inderdaad wat je zegt, we zijn er niet echt doorheen gekomen. En we hebben te weinig kansen gecreëerd en ja, daar kunnen we onszelf alleen maar aanrekenen.